Is een kuus nou een varken, of is een kuus een kalfje? Nou, hier bij de kuzenpaal schijnt de grens te zijn. Aan de ene kant van de paal is het een kalfje, aan de andere kant van de paal een varken. Ik weet het niet. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ik sta hier bij de twee fietsers. Klopt, helemaal. Leg eens uit, fietsers. Piet van Liemt. Wij waren beide op weg naar ons werk op de fiets, dus. En wij praten ook dialect met elkaar. Maar we hadden toch verschil van mening. Want ik had het over een kuske, waar ik aan wees. En toen zei hij, maar dat is geen kuske. En toen? Ja, ik zei, er staan helemaal geen varkens in de wei. Ik weet niet waar ik het over heb. Ja. Dus de verwarring was geboren. Ik sta hier met twee Brabantse taalkenners, zeg ik dat goed? Ja, jawel, dat zijn er wel goed. Ja. Tamelijk vlijend begin, is goed. Ja. En we gaan het hebben over de kuus. Ik kom uit West-Brabant, dus voor mij is een kuus gewoon een varken. Ja. Ja, behalve in het Noordoosten. In het Noordoosten niet. Wij zeggen kuus tegen een kalf. Ja, ja. Kuus, kuus. Noordoosten van Brabant. Maar kuus is het land van Maas en Waal en de Betuwe. Dus allemaal kuus is een kalf. Zeggen die ook kuus tegen een varken? Of alleen nee, maar... nee, nee, nee. Nee. De kuskus die woonde in Veghel, want daar had je de kuskusmarkt, de kalvermarkt. En de naam is voor de Veghelse nog altijd kuske gebleven. Hè? Is een kus nou een varken of een koe? Dat ligt er aan. Van welke kant? Maar van jullie? Even kijken, waar is Liemt? Daar is de kalf. Maar van jullie? Als je zegt een kus is een... Ja, men is daar aan een varken. Voor mij ook. En voor jullie, voor jou? Hetzelfde, hetzelfde. Het is een kus. Een koe of een varken? Een kus is bij ons een varken. Bij ons ook een varken. Bij ons ook een varken. Bij ons ook een varken. Dat is kans, hoor. Men is een kus, is toch wel een kalf. Ja. Voor ons ook een kalf. Een kalf, ja. Geen Brabants accent, zeg maar. Dus je weet. Maar... Nee, dat vind ik een koe. Een varken. Een koe. Ja, en mooi is, deze tafel zijn het allemaal koeien, op één varken na. Hier zitten het allemaal varkens, dus de varkens zitten, hier zitten de koeien en daar zitten de varkens. Goeiedag. Goeiedag. Een kuus is een kalf, een koe of een varken? Het is een varken op één plaats en op de andere plaats is het een kalf. Maar voor u is het een? Kalf. Kalf. Een kalf. Varken. Een jong koeike. Ja. Een jong koeike. Ja, een kalf. We hebben dus één vrouwelijk varken. Ja, zo bedoel ik het niet. Ja, nee, dat is goed. Een varken tussen de koeien. Tussen de koeien. Maar hun komen uit best. Ja, dat is het grote verschil. En best. Een kuus is een jong kalf. Ja. Ja, een kuus varken. Het is niet aan. De kuut. In de kuus. Ze zijn een nuchtere kuus, dus ze was net geboren. Ja. Nuchtere kalf, dat was. Maar word je wel geaccepteerd hier als varken tussen de... Ja, jawel. Ik ben het grootste varken tussen dit stel koeien. Dus, het komt goed. Succes zeg ik toch. Het is gewoon de roepnaam voor het dier in de kooi. Kus, 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 kus. Zo werd het geroepen en gevoerd. En vroeger had je ook de variant kai, kai, kai. En nog ouder in Oost-Brabant noemen ze kut, 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 kut. Wat zeg je nou? Kut. Kut. Wat schrijf je dat? C-U-T. Dames en heren, graag jullie applaus voor Wim Daniëls. Toen ik hier naar de heer moest komen, toen dacht ik ook, ja, die grens. Het gaat tegenwoordig allemaal over die grens. Wie woont er aan de goede kant van de grens? Wie woont er aan de kooie kant van de grens? Maar deze grens is eigenlijk een grens waarvan je moet zeggen, dat is de beste grens die je kunt hebben. Want aan de ene kant van de grens zeggen ze iets anders dan aan de andere kant van de grens. Nou, ze zeggen eigenlijk hetzelfde, maar ze bedoelen er iets anders mee. Maar ze gaan er niet om liggen vechten. Ze gaan er niet om liggen vechten.
Ja, maar als ze erom gaan liggen vechten, dan gaan ze er nog weer een pilsje met elkaar vatten en is het weer goed. Ja? Het is eigenlijk gezonde rivaliteit. En dat vind ik zeer wel mooi. Dat ik hier nou sta te praten, ik praat nog steeds plat. Dat komt ook wel omdat ik getrouwd ben met een vrouw die ook plat praat. Vooral als we in bed liggen, dan praten we plat tegen elkaar. Mijn vrouw die komt uit Vlierde. Ik kom zelf uit Aalriksel. En ik ben nog, en dat is toch wel apart, en daarom is deze Paul ook wel voor mensen die erbij stilstaan en Kuusse Paul zien staan, is dat toch eigenlijk wel een heel mooi gedenkteken, of een merkmaal, of net hoe je het wilt noemen. Want dat dialect is eigenlijk niet meer zo heel vanzelfsprekend. Ik groeide in 1954 op in Aalriksel als vanzelfsprekend meer dialect. Dus vader die kwam uit Stippen, dus moeder die kwam uit Mielehout. Die trouwde in 1942. In de koudste, in 1942, hadden de koudste dag gehad die er ooit in Nederland is geweest. Toen zijn vader en zijn moeder trouwden, waren de krek de koudste dag. Het water in de kruik bij zijn vader en zijn moeder in bed in de huwelijksnacht is bevroren. Ja? Wij denken dat jij een ideale man bent en de geschiktste mens om de Kuusepaal door heel Nederland en bij alle mensen die je kent met verven te vertegenwoordigen. Ik zou zeggen, Prins Robert, aan jou de eer. Wel bijzonder de Kuusepaal. Ik vind het een heel mooi initiatief. Toch? Ja, zeker. Mooie middag. Heel leuk, geweldig weer. Heel druk. Ontzettend veel belangstelling, hè? Zowel uit Liemt als uit Overschot. Terras staat vol. En dan een mooie combinatie ook nog met de opening van de Vrolijke Jager, hè? Dit weekend. Ja. Dus ja, perfecte dag eigenlijk. Ja, en waar staat de Kuusepaal voor? Waar staat hij voor? Nou, we staan hier echt op de grens van een dialectgrens. Aan die kant Oorschot, aan die kant Boksel-Liemde. En die kant is een kuus een kalf, een koe. En aan de Oorschotse kant is een kuus een varken. En ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Want, ja. Want op zich is het ook een bijzondere grens, hè? Ook vanuit de historie. Maar het heeft ook geleid tot dus een ander dialect aan de ene en de andere kant van die grens. En daarom is het mooi dat dat levendig gehouden wordt met zo'n mooie kuuspaal. Ja, heel bijzonder. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Dat hij er nog heel lang mag staan. Dat hoop ik ook. De Kuusepaal. Ja. Dit is Oorschots grondgebied, maar ik zie eigenlijk alleen hoofdzakelijk Liemdenaren. Ja, dat zie ik ook. Waarom zijn er zo weinig mensen uit Oorschot? Ja, dat vraag ik me ook af. Blijkbaar leeft het in Oorschot wat minder. Of zijn mensen vandaag, hè, kijk naar het weer, met andere dingen bezig. Maar in Oorschot leeft het zeker wel, de Kuusepaal. Ja? Ja. En is een kuus dus in Oorschot een varken? Een verken. Een verken. Ja. Dat blijkt zo te zijn. Ja. Als je van Liemt afkomt in ieder geval. Ja. Wim, sinds een klein half uurtje ambassadeur van de Kuusepaal. Ja. Hoe voelt dat? Nou, dat was tamelijk onverwachts. Maar ik vind het prachtig, want ik vind het echt een heel mooi monumentje. Want het is op zich heel onschuldig. Aan de ene kant van de grens zeggen ze voor hetzelfde woord iets anders. Kuus een verk en aan de andere kant zeggen kuus een kalf.
En het markeert toch wel een dialectgrens. En dialect op het uitsterven. En ik vind het mooi dat met deze Paul ook nog benadrukt wordt. We hebben ooit dialect gehad. En als het kan, moeten we dat toch een beetje in ere houden. Het is ook een soort monumentje ter ere van het dialect. Vind ik mooi. Dat is mooi, maar er zijn hier toch wel een beetje twee kampen. Is een kuus nou een varken of een koe, een kalfje? Ja, zoals overal in de wereld hebben woorden die kennen in het ene gebied iets anders betekenen. In Duitsland is een zee een meer en een meer een zee. Dus ik kan zeggen, die Duitsers zijn hartstikke gek, maar zo is het natuurlijk niet. Woorden die hebben een eigen ontwikkeling en soms gaan mensen met een betekenis aan de haal en andere mensen met een andere betekenis. Dat maakt niks uit. Dat geeft juist de mooie variatie aan die taal kan hebben. Maar eentje was het eerste. Het is niet een kuus allebei in één keer een kalfje was en een varje. Nou, dat betwijfel ik of dat zo is. Kijk, kuus, daarvan zouden kunnen zeggen, het is eigenlijk een lokroep. Kuus, kom hier. Maar dan kun je dus wel tegen een verenklas, tegen een kalf zeggen. Ja. Ja. En waar komt het woord kuus vandaan? Het woordje kuus is een klanknabootsend woord. Afgeleid van de lokroep die men probeerde in een woord te vangen. Zeer waarschijnlijk gaat er keu aan vooraf. Maar het is niet gezet dat de oorspronkelijke betekenis of een verk is of een kalf. Dat is juist in het duister gehuld. Dus je kunt ook niet zeggen in Boksel of in Liemt, dan zeggen ze het verkeerd of dan hebben ze de verkeerde betekenis. In Oorschot hebben ze de goede of omgekeerd. Nee, dat weten we gewoon niet. En dan zoek je naar een oplossing. Ja, dat wel. Maar voor de rest van kunnen we goed doorheen deur. Toch wel? Ja, we kunnen het wel goed met elkaar vinden. Maar uiteindelijk is het uitgezocht of zo? Of? Ja, vooral Frank die heeft er verder getrokken. Familie in Oorschot wist het, hè? Ja. Die wist jou de volgende dag. En de volgende dag waren we weer aan het fietsen. En toen zei ik tegen mij, het kan allebei betekenen. In Oorschot zeggen mensen echt het werk is. Mijn zwager die vond ook dat het een werk was. Ja, zei hij. Ja. Kijk, mooi. En zo is de kuzenpaal ontstaan. Dat is toch wel heel bijzonder. Zo is de kuzenpaal ontstaan, ja. Ja, dat is het allereerste begin.